Waarom moet je fastfood eten als je ziek bent? Vanuit Café Lokaal in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Waarom is een hamburger met kaas soms gezonder dan een salade met tomaat? Daarvoor moeten we het verschil leren kennen tussen gezonde voeding in een preventieve setting en gezonde voeding in een ziektegeval. En eerst moeten we kennis maken met de term malnutritie. Want iedereen kent waarschijnlijk ondervoeding. Ondervoeding is gewoon het gebrek aan voeding. Dat zijn mensen of kinderen die niet aan voeding geraken en daardoor ondervoed geraken. Dat is ondervoeding. Malnutritie is eigenlijk iets anders. Dat is een andere vorm. Daar gaat het erover dat er misschien wel voedsel is, maar ofwel is de persoon selecteert die bepaalde voedingsstoffen en neemt die alleen die op, zoals bijvoorbeeld mensen die plots alleen maar fruit gaan eten, wat heel ongezond is, of jongeren in Amerika die nooit fruit en groente eten en daardoor tekorten opbouwen. Dat kan één reden zijn om aan malnutritie te lijden. Een andere oorzaak kan zijn dat er wel effectief voeding ter beschikking is, maar dat het maag-darmsysteem tijdelijk of langdurig niet in staat is om die voeding op te nemen in het lichaam. Dan is er wel voeding, maar het geraakt niet in het lichaam. En dan spreek je van malnutritie. De voedingstoestand en de lichaamstoestand die je daardoor krijgt, dat is eigenlijk malnutritie. Nu, is malnutritie een probleem? Ja, voornamelijk bij zieke mensen. Want type 2 malnutritie, dat is wanneer er iemand ziek is. Gezonde mensen en zieke mensen hebben een groot verschil. Bij ziekte is er vaak inflammatie, ontsteking, koorts soms. En dat verandert het metabolisme. En daarom is het soms belangrijk om anders te eten wanneer je ziek bent dan wanneer je gezond bent. Nu, wat is eigenlijk het probleem? Het probleem is dat mensen, wanneer ze ziek worden en opgenomen worden in een ziekenhuis, heel vaak onder malnutritie gaan lijden door de ziekte zelf. Misschien waren ze al een beetje verzwakt op voorhand. Maar ook door het feit dat je in een ziekenhuis vaak nuchter moet blijven voor een onderzoek. Of je hebt je maaltijd gemist omdat je naar een onderzoek was en daarna hebben ze het al afgeruimd. Of er zijn andere bijwerkingen van de medicatie. Je bent misselijk, je moet braken. En spijtig genoeg ook, een van de oorzaken is dat de mensen die rond jou in het ziekenhuis werken, dus de gezondheidsmedewerkers, niet voldoende opmerken hoeveel jij op dat moment nodig hebt en hoeveel er op dat moment ingaat. En wanneer dat niet in balans is, moet er eigenlijk een interventie gebeuren met alle mogelijke soorten voeding. En heel vaak gebeurt die niet. En het is zelfs zo erg dat in Europa, waar er voedsel genoeg aanwezig is, dat 1 op 3 van de mensen die opgenomen zijn in een ziekenhuis het slachtoffer zijn van malnutritie. Door die oorzaken die we hebben opgesomd. Ook omdat het probleem bij de dokters, artsen, verpleegkundigen niet voldoende gekend is en ook omdat we niet altijd de middelen hebben om dat nu exact voor elke persoon te gaan meten en te gaan zorgen dat het er allemaal in raakt. Dus het is een groot probleem, maar het wordt niet altijd goed aangepakt. Dus 1 op 3 van de mensen in een ziekenhuismilieu is het slachtoffer van malnutritie. Nu, waarom is het zo belangrijk om die voeding in een patiënt te krijgen of in een persoon? Waaruit bestaat voeding? Over het algemeen uit vetstoffen, eiwitten, suikers, vitamine, mineralen en water en vezels. Maar laat ons nu kijken naar die vetten, die suikers en die eiwitten. Die hebben allemaal een rol. Die spelen allemaal een rol. En ook bij ziekte gaan we die alle drie nodig hebben. We gaan die eiwitten nodig hebben om weefsels op te bouwen, om wondes te genezen bijvoorbeeld. Iedereen weet, eiwitten is goed voor de wondgenezing, maar ook voor het immuunsysteem. De suikers hebben we nodig als brandstof. Suikers zijn heel goed wanneer je koorts hebt, wanneer je een strijd moet aangaan tegen een ziekte of tegen een behandeling. Die suikers zorgen voor veel energie. En de vetten, daar zit heel veel energie, brandstof in, maar ook essentiële vetzuren en zo verder. Dus die drie vormen, grote vormen van voeding zijn heel belangrijk. Nu, iedereen heeft een bepaalde behoefte. En wanneer dat u gezond bent en hier zit, dan zal die behoefte ergens liggen rond 20, misschien 25 kilocalorieën per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dus u kan voor uzelf uitrekenen hoeveel dat dan juist is. Nu, als je ziek bent, dan gaat dat vaak stijgen. Dan ga je naar 30 kilocalorieën per kilogram per dag of 1,2, 1,3, 1,5 gram eiwit per kilogram per dag. Hoe we daar geraken, zien we straks. Maar één zaak.
Waarom is het belangrijk dat je dat allemaal in je lichaam krijgt? Het is niet voor het behouden van het lichaamsgewicht. Lichaamsgewicht vind ik zelf een beetje een parameter uit het verleden. Ik ben verantwoordelijk voor voeding in het ziekenhuis in Brussel, maar ik vind het een beetje een flauwe parameter. Waarom? Omdat het gewicht niet veel zegt. Wanneer je een bodybuilder van 100 kilogram vergelijkt met iemand van 100 kilogram die heel weinig beweegt en heel veel vetten eet, in een gezonde setting, dan ga je het volgende fenomeen zien. U ziet op de slide een doorsnede van 3 mensen die onder een scanner zijn gegaan. 3 verschillende mensen, iemand mager, iemand middelmatig en iemand zwaarlijvig. Die gaan door de scanner en u ziet de doorsnede hier, lumbaal 3, op de derde wervelzuil. En dat is eigenlijk, onderaan ziet u de rug, bovenaan ziet u de navel, de doorsnede. Nu kijken we even naar die rode gebieden. Die rode gebieden, dat is de spiermassa. En we zien dat de magere patiënt eigenlijk relatief veel spiermassa heeft. Terwijl de zwaarlijvige patiënt heel weinig spiermassa heeft. Nu, wat gebeurt er in de realiteit? Iedereen maakt zich ongerust over die magere patiënt. Daar krijgen we telefoontjes, opgepast patiënt, eet een beetje minder en die heeft toch weinig reserve. Wel, eigenlijk zouden ze moeten bellen voor de zwaarlijvige patiënt. Want wat gebeurt er in het geval van ziekte? Het lichaam kan dat vet niet mobiliseren als brandstof. U ziet heel veel blauw vet. En iedereen denkt, ja, dat is voldoende reserve. Die kan wel een paar dagen zonder. Nu, bij een ziekte kan het lichaam dat vet niet mobiliseren. Dus wat gaat er gebeuren? Die kleine spiermassa gaat nog verder afnemen. En dat is echt niet goed voor uw patiënt. Dus de ziekte eet eigenlijk de spieren op. En daarom is het zo belangrijk om naar binnen te kunnen kijken. Het klinkt een beetje social media-achtig, maar het belangrijkste zit van binnen. Dus we willen weten hoeveel spiermassa zit er nu eigenlijk in een patiënt. Nu, wanneer we die voeding gebruiken om samen met oefening ervoor te zorgen dat mensen veel spiermassa hebben en dat zieke mensen hun spiermassa behouden, dan kunnen we positieve effecten bekomen. En nu heb ik het over voeding als medicijn. Waarom? We weten uit onderzoek dat mensen met meer spiermassa minder complicaties gaan doen, minder ziek worden en minder kans hebben om te overlijden bij een ernstige ziekte. Dus die spiermassa beschermt tegen allerlei nare zaken. Nu hebben we zelf een onderzoek uitgevoerd bij kankerpatiënten die aan het begin van de behandeling stonden. En we hebben 1 groep patiënten natuurlijk laten begeleiden door de oncoloog, door de gewone diëtisten en zo verder, met raadgevingen, tips enzovoort. En 1 groep zijn we heel nauw gaan begeleiden. En we hebben patiënt per patiënt gaan meten hoeveel dat die patiënt nu net nodig had van calorieën. En we zijn dan gaan zorgen dat elke dag dat evenwicht in orde was. U hebt zoveel calorieën nodig, we rekenen uit, er gaat elke dag zoveel calorieën in. Met voeding, maar ook met bijvoeding, zondevoeding, parenterale voeding, wat je ook nodig hebt om aan die hoeveelheden te geraken. Nu, wat hebben we gezien? Dat in die groep patiënten waar het elke dag de rekening klopte, dat die op gewicht bleven, de andere groep verloor in gewicht. Maar we hebben ook gezien dat de mensen die correct gevoed waren hun kankerbehandeling veel beter verdroegen. En we zagen dat door het feit dat die mensen veel minder, significant minder, moesten opgenomen worden in het ziekenhuis, terwijl dat niet voorzien is. Nu, dat is een enorme winst in de eerste plaats voor de patiënt. Die heeft al een diagnose, een zware diagnose van kanker, een behandeling. En de behandeling is zo zwaar dat de patiënt zich ziek voelt en opgenomen wordt. Als we dat kunnen vermijden, dat is een grote winst. Maar er zijn nog andere winsten, bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica bij infectie en de ziekenhuisopname op zich. Een dag in het ziekenhuis kost veel aan de gezondheidszorg. Dus we hebben daar bewezen dat met gewoon voeding we eigenlijk echt wel een groot effect kunnen hebben op het slagen van de behandeling en alles wat daarmee gepaard gaat. Nu, oké, we willen voldoende eiwitten, vetten en suikers in de patiënten krijgen. Hoe gaan we dat nu doen? We kunnen gebruik maken en als dat nodig is, moeten we dat ook doen. Van die bijvoedingen, die drankvoedingen, zondevoeding via de maag of zelfs rechtstreeks in de bloedbaan. Maar de eerste keus is natuurlijk de gewone voeding. En dan komt het erop neer dat we even tellen. Bijvoorbeeld, iemand van 66 kilo, ik weet niet of hier iemand plots 66 kilo weegt toevallig. Als je daarvoor telt, tijdens een ziekte moet die ongeveer 30 kilocalorieën per kilogram lichaamsgewicht per dag opeten of binnenkrijgen. Dus 30, dat is maal 66, ongeveer 2000 kilocalorieën. Die rekening moet elke dag kloppen. Voor eiwitten
Tijdens de ziekte en de behandeling gaat de behoefte naar omhoog, zitten we aan 1,3 à 1,5 gram eiwit per kilogram per dag. Dus dan zitten we al toch al rond de 80 gram eiwitten. Nu, als je dan, en dan komen we tot de hamburger en de tomaat, als we dan gaan kijken naar een hamburger en we vergelijken die met een boterham met confituur, dan weten we dat in die hamburger natuurlijk veel meer calorieën gaan zitten. Dat is veel zwaarder, veel vettiger. Daar zitten suikers in, vetten, eiwitten, alles zit erin. Dus met die ene hamburger heb je veel meer energie, brandstof, dan met die boterham. Nu kan je nog zeggen, oké, ik kan dat ook doen door 7 boterhammen te eten, want dat is wat er nodig is en dat ziet u in de grafiek. Wanneer je naar 86 gram eiwitten wilt en dit is uw belangrijkste maaltijd, dan ga je met die hamburger door het vlees dat erin zit natuurlijk veel meer eiwitten hebben dan wanneer dat je een boterhammetje eet en daar mag nog een salade bij zijn, maar daar zit eigenlijk geen eiwit in. Dus is het moeilijker of veel moeilijker om op die manier je behoefte te gaan dekken. En we hebben daar net geleerd dat wanneer die behoefte dekt wat je nodig hebt, dat je dan je behandeling beter verdraagt en eigenlijk betere overlevingskansen hebt. Dus op een moment dat je dat nodig hebt en ook binnen de smaak van de patiënt, want je kan ook veel energie en veel eiwitten bereiken met bijvoorbeeld vette vis of avocado, maar wanneer je niet echt gewoon bent van dat te eten en je bent ziek en je hebt het al zwaar en je moet al vechten op veel domeinen, is het soms makkelijker om tijdens een beperkte tijd te gaan werken met iets waar je wel zin in hebt en waar je wel zin hebt om het op te eten. En daarom kunnen we eigenlijk zeggen, als je ziek bent gedurende een beperkte periode in de tijd, wanneer je het echt heel moeilijk hebt, is het vaak makkelijker om die eiwitten, die vetten en die suikers te gaan bereiken met iets wat normaal gezien als ongezond beschouwd zou worden. Dus bij acute ziekte, tijdens een korte periode, is een hamburger gezonder dan een salade met tomaat.